Den Haag, internationale stad van vrede en recht, levert werk op voor 37.500 mensen. Niet alleen binnen de muren van de 160 internationale organisaties en 115 ambassades, maar ook in de stad zelf. Russen is stevast, rozen, Japanners willen tulpen met de kerstmis. Het zijn lekkere klantjes om een bloemetje te kopen natuurlijk. How do you pronounce these here? Oh, that. Ja, dat is de Scheveningen. We werken hier met een groep beveiligers die hier in Den Haag wonen, die samen met mij werken. Eigenlijk zwemt de hele wereld in ons zwembad. We hebben ontzettend veel mensen die hier komen zwemmen die internationaal zijn. Dus dat betekent dat ongeveer 50% van de kinderen die hier zwemmen bestaan uit expats. Den Haag internationale stad betekent voor mij eigenlijk geld in het laadje. Want deze expats die hier komen zwemmen, dat zijn mensen die veel geld met zich meebrengen. We zijn gevraagd om 4500 gebakjes te maken voor gemeente Den Haag als eigenlijk bedankje. Nou, dat is natuurlijk een hele leuke ontwikkeling van het internationale karakter van gemeente Den Haag. De internationale organisaties en 115 ambassades en consulaten leveren de stad 5,2 miljard euro per jaar op. Deze internationale instellingen ontwikkelen zich meer en meer tot de banenmotor van de stad. Voor hoger, middelbaar en lager opgeleiden.